Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst, met het verbod op het stoken van kolen voor de elektriciteitsproductie komt er een einde aan één van de meest vervuilende manieren van elektriciteitsproductie. En dat is goed nieuws. De Partij voor de Dieren steunt dat voorstel ook, maar wil wel een aantal opmerkingen en kanttekeningen plaatsen en vooral een aantal zorgen uiten. Allereerst over het tempo. In 2013 hadden we nog 10 kolencentrales. 4 jaar later, medio 2017, waren dat er nog 5. De helft van de kolencentrales bleek te kunnen worden geschrapt in 4 jaar tijd. En nu doen we daar veel langer over. Oké, de installatie aan de Hemweg kan snel dicht, over een half jaar en 5 dagen om precies te zijn, op 1 januari 2020. Maar van de overige centrales loopt er 1 nog tot 5,5 jaar door en de laatste 3 sluiten pas over 10,5 jaar, begin 2030. En voorzitter, het kabinet heeft dat te maken met fair balance in de zin van het Europese Mensenrechtenverdrag. De eigenaren hebben dan voldoende tijd om hun investeringen terug te verdienen, dat schrijft de minister. En dat roept toch weer nieuwe vragen op, want we hebben het hier over centrales die kolen stoken. En 4 van de 5 centrales gaan de komende jaren omgebouwd worden tot houtstookcentrales. Nou, voor het klimaat en voor de biodiversiteit is houtstook zo mogelijk nog beroerder dan de stook van kolen. Ik ga er zo meteen verder op in. Voorzitter, de minister is geen domme man. Hij zit goed in dit dossier en hij weet dus dat er heel veel weerstand is tegen het stoken van hout als vervanger van kolen. 190 wetenschappers met deskundigheid op het gebied van klimaat, ecologie, bosbouw hebben de EU in een noodkreet gewaarschuwd voor het grootschalige gebruik van hout als brandstof. En dichter bij huis heeft de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen expliciet gewaarschuwd voor de inzet van biomassa, waaronder hout, om onze klimaatdoelen te halen. En de academie noemt het vertrouwen in biobrandstof en houtstook misplaatst. Er stelt letterlijk dat biomassa, dus ook hout, niet moet worden beschouwd als brandstof, maar als grondstof. En nog dichter bij huis, want geschreven als achtergrondstuk bij het Klimaatakkoord, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving als kennisleverancier voor de overheid grote kanttekening geplaatst bij het gebruik van biomassa om in onze energieproductie te voorzien. Zeker als het gaat om projecten voor de lange termijn, voorziet het PBL grote problemen als het gaat om de beschikbaarheid van biomassa. Er is straks gewoon niet genoeg hout. En de PBL dringt er dan ook expliciet op aan om biomassa, hout, bomen, alleen als overbruggingsoplossing te kiezen, voor een hele korte periode dus. En toch is dat niet wat hier gebeurt. Want door die kolencentrales nu om te bouwen naar houtstookcentrales creëren we een joekel van een lock-in. Want die investeringen in het ombouwen van kolencentrales naar houtstookcentrales moeten natuurlijk wel ruim worden terugverdiend. Voorzitter, deelt de minister de zorgen van het PBL als het gaat om de beschikbaarheid van hout? Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. En wat als er andere landen zijn die ook overschakelen op hout als brandstof? Hoe voorkomt de minister dat dat gaat resulteren in het op grote schaal kappen van bossen in Nederland en in het buitenland om in onze energiebehoeften, in onze houtbehoeften te voorzien? Deelt de minister de visie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen dat we biomassa wel moeten gebruiken, maar niet moeten verbranden? Dus biomassa als grondstof en niet als brandstof. Mijn voorspelling: met dit wetsvoorstel keten we ons de komende jaren vast aan de stook van bomen die speciaal daarvoor gekapt zullen worden in Nederland, in Amerika, in Canada, in Brazilië. En ongetwijfeld zullen daar straks hele geruststellende certificaten bij horen. Maar zoals er op grote schaal gefraudeerd is met certificaten voor tropisch hardhout, zoals het Openbaar Ministerie op dit moment onderzoek doet naar criminaliteit rond zogenaamd duurzame biodiesel, en zoals het Openbaar Ministerie ook onderzoek doet naar grootschalige fraude met mestvergisting, dat is ook zo'n vorm van biomassa waar de georganiseerde misdaad diep in zit. Zo zal ook de duurzaamheid van houtstook vooral uit de papieren werkelijkheid bestaan, waar beleidsmakers hele warme gevoelens van krijgen, maar van het milieu, klimaat, natuur en de mondiale biodiversiteit naar de knoppen gaan.
Voorzitter, kijk even naar de situatie in de wereld. We hebben in Amerika een president die graag op grote schaal natuur laat vernietigen om economische groei mogelijk te maken. We hebben in Brazilië een president zitten die nu al aangeeft dat regenwouden wat hem betreft geen enkele bescherming verdienen en dat grootschalige economische activiteiten als houtkap, mijnbouw, veehouderij of de productie van palmolie niet mogen worden afgeremd door de bescherming van het regenwoud. En als we dan tegelijk in Nederland en in andere EU-lidstaten gaan inzetten op het ongeremde stoken van bomen ter vervanging van steenkool, dan gaan het klimaat en de biodiversiteit daar een extreem hoge prijs voor betalen. En Nederland zet daar vol op in. Dan, voorzitter, wil ik iets duidelijk maken over het vermeende CO2-neutrale karakter van de houtstook. In de memorie van toelichting staat op pagina 3 doodleuk dat bij de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen de CO2-uitstoot vrijwel nihil is. Voorzitter, wat een volstrekte nonsens. Het is bizar en bijna niet uit te leggen dat houtstook officieel gelabeld wordt als CO2-neutraal, omdat de emissie bij de verbranding gelijk is aan wat de vegetatie bij de groei heeft opgenomen uit de lucht. Dat zijn de officiële woorden. Nou, voorzitter, laat dat even tot u doordringen. Er staat met zoveel woorden het volgende. Een boom heeft 50 of 100 jaar geleefd, is gegroeid, maakte deel uit van een bos, van een ecosysteem, haalde al die tijd CO2 uit de lucht, legde dat vast en hard. En als we die boom kappen, dan stopt natuurlijk het vangen en opslaan van CO2. En als we die boom ook nog een keer gaan verbranden, dan wordt de CO2 die in die 50 of 100 jaar is vastgelegd, in een paar uur de atmosfeer ingeblazen. En die grote toename van broeikasgassen noemen we dan CO2-neutraal, omdat we via malle truc de telling laten beginnen in het verleden. En voorzitter, als we die telling 300 miljoen jaar geleden laten beginnen bij de vorming van steenkoollaag in het carbon, dan is ook steenkool CO2-neutraal. Maar dat is natuurlijk volstrekte onzin. We moeten niet in het verleden beginnen te tellen, de telling begint nu. Nu is het aantal deeltjes CO2 in de lucht extreem hoog, waardoor we het klimaat onder onze ogen extremer en warmer zien worden. We zien het deze dagen weer gebeuren. Nooit eerder was het in juni zo warm. En de hoeveelheid CO2 in de lucht was de laatste miljoen jaar altijd tussen 200 en 250 ppm, deeltjes per miljoen, met een enkele uitschieter naar boven, maar kwam nooit boven de 300 ppm-grens. En nu knallen we in enkele decennia door de 300-grens, door de 350-grens, de 400-grens, op weg naar de 450. En door bomen te kappen te verbranden, verhinderen we de nieuwe opslag van CO2 door die bomen. En tegelijkertijd gooien we CO2 uit het hout de lucht in, waardoor het aantal deeltjes alleen maar stijgt. En dat noemen we dan CO2-neutraal. Voorzitter, ik hoop toch dat de minister het met me eens is dat het verhogen van het aantal deeltjes CO2 in de lucht nooit de bedoeling kan zijn, hoe de EU dat ook groen probeert te wassen. Voorzitter, houtstook kan nooit een opvolger of vervanger zijn van steenkool. De grootschalige verbranding van steenkool heeft desastreuze gevolgen op het klimaat en het stoken van hout zal die problemen alleen maar verergeren. En dan spreek ik niet alleen over de toename van CO2 in de atmosfeer en dus de versnelde klimaatcrisis, maar dan heb ik het ook over de ecologische ontwrichting die het gevolg zal zijn van boskap voor onze ovens. En voorzitter, om die reden heb ik een amendement ingediend om met het stoken van kolen ook het stoken van hout voor de elektriciteitsproductie te verbieden. Dank u wel, voorzitter.